Welkom bij de wiskundeles. Vandaag gaan we de geodriehoek gebruiken om hoeken op te meten. Dus we gaan de geodriehoek gebruiken om hoeken te meten. Nou, in de eerdere lesjes hebben we geleerd dat helemaal rond was 360 graden. En dat als het dan in gelijke hoeken verdeeld was, dat je dan uit kon rekenen hoe je die hoeken berekende. Nou, dit lesje gaan we even kijken hoe kunnen we met de geodriehoek die hoeken opmeten. Nou, als je de geodriehoek ziet, dus we hebben hier de geodriehoek, dan zie je hier een mooie boog staan. Dit is een gradenboog. En bij die gradenboog zijn allemaal graden geschreven. Je ziet hier 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 tot 170. En je ziet aan de andere kant eigenlijk ook, zie je 170, daar loopt hij de andere kant op. Dus hij loopt van die kant op en die kant op. Dus je hebt twee bogen en die kunnen we allebei gebruiken. Nou, hoe kunnen we nou een hoek opmeten? Nou, als je de geodriehoek met de 0 op de hoekpunt legt en je legt hem langs het been, dus je legt hem langs het been, dan kan je meten met de gradenboog die in je geodriehoek zit hoe groot die hoek is. Nou, hoe doe je dat dan? Nou, dan ga je gewoon lopen vanaf het been waarvan je meet, dus waar je de geodriehoek langs gelegd hebt. Dan ga je vanaf daar meten. Nou, je ziet hier zo loopt dat been. Dus je begint niet bij 170, maar bij 10, hè, want 10 is het laagst. Dus je gaat lopen totdat je bij de lijn gekomen bent. Dus ga je kijken, oh, 10, 20, 30, 40, 50. Hé, 51, 52. Hij komt tot 52, dus dat betekent hoek A is 52 graden. Nou, laten we eens kijken hoe groot is dan hoek B. Nou, doe je weer hetzelfde. Dus je legt de 0 op de hoekpunt. Je legt de zijkant van je geodriehoek langs het been. En dan ga je meten. Nou, we gaan weer vanaf dit been tellen. Dus 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 130, 135. En dan zien we 135, 136, 137. Dus hé, deze hoek is 137 graden. Zie je dat? Dus je loopt langs het been totdat je gekomen bent waar dat andere been is. En dan zie je, hey, die is 137 graden. Dus deze hoek is 137 graden. Nou, laten we eens even verder kijken. Als we dan kijken bij hoek C, hoeveel graden is die dan? Nou, weer hetzelfde. Dus je legt je geodriehoek op de hoek. Je legt het been, leg je er langs. Hup, been er langs. 0 op de hoekpunt. Hoekpunt is waar de twee lijnen van de hoek bij elkaar komen. En dan ga je kijken. Hey, is 10, 10. En dan loopt hij nog 1, 2, 3 steepjes door. Dus dat betekent, hey, deze hoek is 13 graden. Dus hoek C is 13 graden. Dan gaan we de laatste kijken. Gaan we kijken naar hoek D. Die is even andersom getekend. Leggen we ook weer de 0 op het hoekpunt. We leggen het been van de geodriehoek weer langs de lijn. Dus het been er weer langs, 0 op de hoekpunt en dan tellen. Hey, we gaan, net gingen we de hele tijd vanaf deze kant tellen, maar je ziet nu ligt dat been aan deze kant. Dus nu hebben we niet deze boog nodig met 10, 20, 30, maar nu hebben we deze boog nodig met 10, 20, 30. Nou, hoe ver loopt deze hoek door? 10, 20, 30, 30, 35 en nog twee streepjes er voorbij. Dus dat is 35, 36, 37. Dus dat betekent hoek D is 37 graden. Nou, ik hoop dat je een beetje geleerd hebt hoe je de geodriehoek gebruikt om hoeken te meten. Dus zo op deze manier kan je de geodriehoek gebruiken om hoeken te meten.